Dit is nou de Yellowtail Kingfish. Beetje gelige staart, kenmerkend, de gele streep. Dit exemplaar is een makreelachtige en die luistert eigenlijk naar de benaming die heel erg bekend is in de Japanse keuken, hamachi. Dit exemplaar komt uit Japan. Het is een gekweekt exemplaar. Maar er zijn ook zelfde exemplaren verkrijgbaar vanuit Australië. Dan heet hij eigenlijk geen hamachi, maar is daar de hiramasa. Dat is een ander type. Ook kan dit exemplaar gekweekt worden in ons eigen water in Zeeland. Maar dit exemplaar is totaal wel even iets anders dan al zijn concurrenten. De Japanse is een wonderschoon exemplaar, is mooi dik. En het voordeel is van dit exemplaar ten opzichte van al die andere broers en zusjes van hem, is dat deze wel een extreem hoger vetgehalte heeft. En dat is wat je belangrijk vindt voor de Japanse eetcultuur uiteindelijk. Wat kun je doen met dit visje? Uiteraard kan je moten doen, whatever je wil. Maar dit exemplaar is uitermate geschikt voor sashimi. Nou, dat betekent dat we van dit exemplaar filet moeten maken. En dat is ook wat we gaan doen. Goed, we gaan aan de slag met de Yellowtail Kingfish. Voor de specialisten onder ons is dit dus de echte hamachi. En je ziet zijn vorm, het lijkt wel een tonijn, hè? Maar de basis is dus een makreelachtig en daar behoort de tonijn ook onder. Alleen tonijn is rood vlees, die heeft eigenlijk een hoge bodytemperatuur, daardoor is hij warmbloedig. En deze toch wel explosieve makreelachtige is koudbloedig en heeft dus wit gekleurd vlees. Nou, hoe gaan we het fileren? Eigenlijk gewoon weer, net als elke rondvis, borstvinnetje optillen en we gaan achter de nek door tot aan de kop. Dat is de basis. Dus dat gaat op deze manier en dat doen we ook aan de andere zijde. Schuin insnijden, achter de kop. Dat is één. Dan is dat in ieder geval vast los. En nu leggen we de mes weer op de middengraat. En je draait je mes een beetje, dat je voelt dat je op de graat ligt. En dan ga je met je puntje, voorzichtig eigenlijk, van kopzijde naar staartzijde. En dan til je hem een beetje op en dan leg je je mes eigenlijk op de graat. En dan druk je stevig van staart naar kopzijde. En uiteindelijk ga je de middengraat een beetje bevrijden. Je steekt je puntje over de middengraat heen. Aan de achterkant zit natuurlijk ook veel vlees. En je steekt hem door de buikzijde heen. En nu haal je hem los naar achteren. Vervolgens til je een beetje op. En je ziet dat ik al met de punt van mijn mes de buikzijde al een beetje vrijgemaakt heb. Hier lopen dus de graten. En dan leg je je mes gewoon bovenop. En je maakt gewoon weer een voorzichtige snijdende beweging. En je snijdt door de buik heen. En dan heb je zo je filet. Aan de andere zijde doen we dat precies hetzelfde. Mes erop leggen. Middengraat zoeken en voelen. Snij een beetje van kop naar staart. Opliften. Je mes proberen over de middengraat heen te krijgen. Dan voorzichtig mes doordrukken. Plat houden. Snijdende beweging maken. En dit is je filet. Vervolgens gaan we deze natuurlijk weer even een beetje cleanen en nakijken. Een beetje fatsoeneren. Eventueel de velletjes en graadjes eruit halen. Maar nu is dit de rugzijde, dit is de buikzijde. Dit is natuurlijk vele malen dunner dan de rugzijde. Dus moet je uitkijken hoe het zit met de garing. Maar wij willen dit geschikt maken zeg maar, voor de Japanse keuken, dan wel de sashimi. Maar we willen af van die graad. Dus we steken ons mes naast de graad en we volgen deze rode lijn. Vervolgens leg je dit hier zo neer. En nu kan je al zien aan de filet of de kwaliteit oké is. Is dit bloedlijn, is die zwart gekleurd, dan heb je oude vis. Nou,
Bloed geeft natuurlijk wel een, ja, zeker als het ouder is, een nadelige smaak uiteindelijk op het resultaat. Dus je moet wel een beetje verwijderen. En uiteindelijk kan je van dit exemplaar, ja, zo is ook een mooi portioneren, maar je kan natuurlijk ideaal sashimi maken. We verwijderen eventueel de vel. Dus gewoon een beetje insnijden. Beginnetje maken. Het velletje tussen je vingers knijpen. Drukken, niet te hard. En dit is het resultaat. Prachtig mooi filet. Dat doen we ook aan de andere zijde. Ook hier moeten we dan eerst een beetje de graad verwijderen. Een klein beetje insnijden, niet te hard drukken. En dit is je filet. Dan heb je natuurlijk de andere zijde ook. Desgewenst doe je dat eigenlijk precies hetzelfde, maar deze houden we voorlopig nog even heel voor andere dingen. Wat doen we met de graad? Nou ja, die kan je natuurlijk gewoon gebruiken. Maar wat heel belangrijk is, is dat heel veel mensen vergeten, en dat is zeer de moeite waard, is eigenlijk gewoon het nekstuk zelf. Dit. Hier zit ontiegelijk veel vlees in. En dat willen we gewoon gaan gebruiken. Dit is de nek. Kijk eens even. Prachtig mooi nekstuk. En hij heeft er twee. Dus wat moet je nog meer? Waanzinnig als je dit grilt. Nou, de hamachi. Bakken, grillen. Eigenlijk, je kan alle kanten op. En zelfs rauwe consumptie. Hamachi uit Japan is geen goedkoop visje, maar aan de andere kant, we kunnen makkelijk stellen, het is een luxe makreelachtige en ik zou zeggen, het is een absolute aanrader.